Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ja, ik denk over maar. Kijk maar. Het is vandaag dinsdag, dus ik heb vandaag weer lekker een oppasdag gehad. Ik zal wat leuke filmpjes en foto's erin zetten, want het was echt veel te cute natuurlijk weer. Kijk nou! Ja! Goed zo! Boink! Toet toet! En nu zit ik lekker met papa en mama bij de food market. Want papa en mama waren hier laatst twee of één keer met opa en oma steeds wees gaan. Maar wanneer ik werkte steeds. Dus ik had er één te goed. En dat is vandaag. Papa heeft al zijn voorafje gepakt. Dus ik denk dat mama nu en ik nu even gaan hobbelen. Het is helemaal lekker. Helemaal zin in. Een hele goede morgen. Het is ondertussen, ik denk, iets van 8:30. Zo lekker verlicht. En wij lopen al over de marktjes. Want het is vandaag Koningsdag. As you may can see. Zo, de belichting is wel echt slecht. Sorry. Nee, dat is mijn man. En ik ben echt heel lang niet meer op zulke marktjes en zo gaan lopen. Dus ik vind het echt leuk. Ik ben met meeste ouders en broer. Dus we gaan kijken of we wat leuks kunnen scoren. Roze knuffels. Ze gaan nu alles voor de baby kijken. Zo, het is een tijdje later. Wij zijn op de marktjes geweest. En ik heb alleen één dingetje gekocht voor Woni Mani. Wel schattig voor de baby. En Meesie had wel een soort bloempot gekocht. En lekker net ook wat dingetjes in vaas. En nou, best wel geinig. En nu ben ik bijna thuis. Maar ja, ik heb gewoon echt trek in de Mac. Ik wil gewoon lekker eten. Lekker ongezond. Dus ik ben nu bij de Mac. En ik ga even lekker Mac chappen. En ik ga het wel gewoon meenemen naar huis. Ga ik lekker thuis opeten. Maar niemand wil thuis. Goedemiddag, zeg maar. Hoi, mag ik een Happy Meal met kipnuggets alsjeblieft? Een Happy Meal nuggets, ja. En dan wil ik graag wat twee bakjes frietsaus en één zoet zure saus. Ja, twee bakjes frietsaus en zoet zure saus. Even kijken, wat zit er altijd nog meer bij een Happy Meal? Een keuze uit? Appel of tomaten en drinken. Appel alsjeblieft en een iced tea als dat kan. Ja, natuurlijk. En dan nog een cheeseburger plain, alsjeblieft. Plain is alleen kaas. Ja. Dat was van? Ja, zeker. Oh. Op. Ja, dan kan je doorrijden, dankjewel. Dank je. Ik ga stuk. Maar er zat dus net een spin in mijn auto. En ik ben echt bang voor spinnen. Maar hij zat hier eerst op het raam. Dacht, oké, paniek al. En toen viel hij op mij. Oh. Ja. Top, dank je, werk zo. Ik zie dat mijn camera bijna leeg is. Maar die spin viel op me. Ik had echt paniek. Ik was aan het schreeuwen en ik was met Char aan het bellen. Dus Char zit, zet je auto langs de weg. Want het was echt, het is gewoon gevaarlijk. Dus ik mijn auto langs de weg, die spin eruit gejaagd. En nu sta ik dus bij de Mac. Oh, heerlijk. Ik zal nog even op horen. Ik heb er zoveel trek in. Oh. Ik heb een blaar in mijn mond. Zoveel pijn. Oké, Kels hier. En nou, dit is nu de fit. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we gaan even kijken wat we gaan aandoen, klaarmaken. En we hebben lekker een drankje. Hey, in thema, als je het zo op camera ziet. Lijkt best oranje. Ja. Oké, okay. Nou, we gaan het klaarmaken. Ik heb hier een avondje oranje kleding verzameld, dus het komt vast goed. Wij zijn on our way to Kingsland. En we zijn nu bij Vijzelsgracht. En heb je een kauwgompje? Nee, dank je. Heb je een potje mee? Past dat in je tas? Ja. Lekker meid. Oh, ik denk dat hij er nu komt. Ja, oeh, paniek. We horen hem. Wat een perfecte timing ook dan. Oh nee, dat is Noord. We moeten Zuid hebben. We moeten die kant hebben. Oh, die is ook. We zijn er. Ik heb een oranje drankje genomen. In thema. We zijn dus nu op Kingsland. En we gaan even alle stages langs. En dan gaan we door naar Loveland. Joehoe. No way, no way. Amsterdam, lekker dansen.
ik verlang naar jou. Want nu ben ik vertrouwd, als ik op mijn gevoel vertrouw, dan hoor ik bij jou. Ik stof en doe dit normaal niet nooit. We stonden genoeg. Ja, mijn pijlo. Ik zag je staan en ik dacht, adem. Wij zitten nu weer bij de bushalte, want wij zijn bij Kingsland geweest. Het was echt leuk. We hebben Antonio gezien, dus onze dag is gemaakt. En nu zitten we te wachten op de bus die ons gaat brengen naar Meerpark, want daar is Loveland. En dan gaan we daar even kicken. Nee, dankjewel. Nee, dankjewel. We wachten op de bus. Wow, wow, wow. Spectaculaire voor Danny van der Lied. Waarom zat jij zo te miepen? Ik denk al, waarom miept hij maar? Nee, laat mijn camera met rust. Kijk, die kat zit hier voor de deur. Dan gaan we die even naar binnen laten, hè, jongen. Blijf. Blijf. Pip, oh, weet je nu naar binnen gaat? Kom. Goed zo. Goed zo. Oké. Okay. Maar goedemorgen, ik wou dus even de vlog openen, de dag van vandaag openen. Het is ondertussen bijna 11 uur en Mees en ik gaan zo meteen richting Antwerpen. Gisteren was natuurlijk Koningsdag, was echt super gezellig. Ik ben naar 2 festivals geweest. Alleen toen we naar Lief doen tegen Sammy Draak. Bij Loveland werd ik echt alleen een beetje misselijk en sindsdien was het niet meer echt overgaan. Ik was daar in die drukke tent, het was echt snikheet en... Ja, want het stond op het begin helemaal in het midden. Wat doe jij? Gaat hij onder mijn jas? En iedereen zat er te vapen, te roken. Ik rook zelfs wiet. Ik werd zo misselijk. Het was niet normaal. Ja. Dus hier was ik een beetje misselijk. Maar het ging steeds wel. Alleen toen gingen we met OV naar huis. En toen werd ik zo misselijk in die tram en alles. Maar we made it. Dus het was alsnog hartstikke gezellig gisteren. Toen daarna zijn we nog even met z'n allen bij mij pizzaatje gaan eten. En ja... Gisteren waren we gewoon rond 11 uur gaan slapen, omdat het natuurlijk festival om 8 uur klaar was. Net even met de hond gelopen. Toch? Ja. Dus ja, dan gaan we zo. En ik heb een outfit aan, vind ik wel leuk. Ik heb dit nog nooit aangehad. Kijk. Een beige pantalon met een jas en een beige trui en dan wel een blauwe tas. Anders werd het misschien iets te beige. Dus ja. Nu is het wachten op Mees en dan kunnen we richting Antwerpen gaan. En ik heb er echt zin in. We gaan lekker met z'n tweeën een nachtje. En ik ben nog nooit in Antwerpen geweest volgens mij. Dus ik vind het gewoon echt heel leuk. Ik heb er helemaal zin in. Dus ik ga jullie natuurlijk maar meenemen. Nou, we zijn er nu over 3 minuten. We hebben er letterlijk echt 2,5 uur zijn we nu al onderweg. Zoveel files gehad en alles. Maar we almost made it. Kijk hoe leuk het is. Is het is het parkeren? Yeah. Weet ik niet. Nee, zo. Even goed kijken. Wat is dit cute zeg. Nou lieve mensen, na heel wat file zijn wij aangekomen. En het is echt een hele leuke hotelkamer. Echt het enig. Dit is de deur van buiten naar binnen. Dan kom je hier binnen. Heb je hier een soort klein kledingrekje voor je kleding en alles. De badzaal, een beetje op de wc. Dan hier dus de spiegel. Een bed met tv. En hier echt nog heel schattig zo'n bankje voor het raam. Koffie, thee, minibar. En ze vroegen dus, wil je uitzicht op de achterkant of voorkant? Maar voor ze zit plein, dus dat is op zich wel gezellig. Dus we hebben hier uitzicht op. Dus dat is wel echt, nou, ik vind het helemaal geweldig. Oh, wat chill. Ik kan het echt heel goed donker maken. Oh, oeps. Oh, gaat goed. Oké. Okay. Maar dus echt enig. Het is ondertussen 2 uur, dus dat is ook een prima tijd. Dus we gaan ons nu even een beetje opfrissen en doen. Dan gaan we lekker even rondlopen en ergens kijken om te eten. Want we hebben echt heel veel trek, want we hadden alleen ontbeten. Meest niet eens, want die doet aan de intermediate... Nou, dat je pas van zo'n lange... Hoe noem je dat nou? Intermediate vasten? Intermediate vasten. Intermediate vasten, dus die heeft sowieso nog niks gegeten. En we waren natuurlijk ook onderweg, dus ja. Ik zal jullie gelijk even de badzaal laten zien, want ik vind het echt... Heel leuk. Oh, enig. Hi. Hoe schattig is dit met dat hout zo. En die tegeltjes. Heel leuk. Dus ja, lekker even een lekker eetplekje opzoeken. Wij zijn beland bij een ramen kitchen. Een ramen restaurantje, dus lekker ramen. Ramen hebben we besteld, gyoza. Het ziet er ook echt schattig uit.
is er een carwinkel? Meestal dus even Google Maps aan het kijken waar we zo heen gaan. 17 minuten lopen. Er leuk uitziet en naar een restaurantje van vanavond. Lekker! Kijk even wat een kom dit is. Niet normaal. En we hebben gedeeld. We gaan delen, bedoel ik. Veel hebben. Dit niet. Nou, schat, kijk eens naar je eigen. Hier, moet je in het schermpje kijken. Wow, dit zit er aan. Ik ben hier ergens binnen beland, maar kijk even hoe mooi het is. Het is echt bizar. Hey, wat? Oh, je kan ook via hier naar de Urban Outfitters. Die zagen we namelijk via buitenaf al, maar we waren dus nu via binnen gelopen omdat we dit zagen. Echt super mooi. We zijn in een H&M en ik heb nog nooit zo'n mooie en grote H&M gezien. Het is echt bizar. Beneden was helemaal vrouwen en boven heb je dan kids met mannen. Meestal met even dansmoves. Maar het is echt bizar. Zo groot en zo clean, zo mooi. Echt heerlijk. Clean man. Hier, zelfs planten. Wauwie. Heerlijk. Zo, ik denk dat je echt niks hoort, want het waait best wel. Maar ik heb wat gekocht bij de Bergsk. Ik zal het later wel laten zien. En ik vind het echt heel leuk, Antwerpen. Oh. Ze gingen bijna tegen me aan. Nee, ik vind het echt heel leuk. Deli France. Daar hebben we laatst gegeten toen een keer, toch? Ja. Het is gewoon echt heel gezellig, heel leuk. Echt een hele grote winkelstraat met echt alle winkels. Echt super. Hoi. Waar... Tussen 9:30 en wij zijn al helemaal klaargemaakt en ingepakt. En ingepakt, ja. Wat dan? Omgepakt, ingepakt. Ready to go. We gaan. We hebben vandaag nog wat dingetjes op de planning staan. Eerst natuurlijk ontbijten en uitchecken, want we moeten toch om 11:00 uitchecken. En dan laten we de spullen gewoon hier staan, toch? Of zit jij jou wel in de auto? Meestal wilt in de auto, maar ik wil mij niet in de auto. Want het wel wordt ingetikt of zo ben je al je spullen kwijt. En ik ga niet riskeren dat ik knufje kwijtraak. Dus ik laat het liever hier staan. En ik heb vandaag dit aan. Best wel een baggy outfitje. Parachutebroek. Baggy. Jeetje, gaat even niet. Wil je laten zien wat jij aan hebt? Dacht ik al. Oké. Ik heb alleen hier de steltank nog even open liggen. Want die... heb ik net gebruikt, dus die is nog heet. Dat is niet best. Maar oké, wij gaan er vandoor. Nou, we lopen weer in de stad. Het is echt, ons hotel zit zo top gelegen. Je loopt echt overal zo heen. En we lopen dus nu naar Foodie Goodies of Goodie Foodies. Eén van de twee. En dat is een restaurantje wat meest online had gezien. Een ontbijtentje. Waar ze waarschijnlijk hele lekkere dingen hebben. Dus dat gaan we nu meemaken. En het is echt heel gezellig. Het is wel echt nog rustig in de ochtend hier. Terwijl het is 9:45. Maar we hebben allemaal echt mooie gebouwen hier. En helemaal leuk. En het grappige is, van december gaan we waarschijnlijk met het gezin naar... Gaan we waarschijnlijk met het gezin ook naar Antwerpen voor de kerst. En dat is wel heel grappig. Dus wij hebben al... mijn ouders hebben daar een hotel geboekt. En daar gaan we ook zo even kijken of het er leuk uitziet en alles. Dus het is helemaal leuk. Helemaal gezellig. En het weer is ook echt top. Oh my god, dit ontbijt is echt alles wat ik wil in mijn leven. Het is echt bizar. Kijk even hoe mooi die kathedraal is. Het is echt bizar. We lopen nu, we hebben echt heerlijk ontbeten. We lopen nu ook echt in een heel schattig... Oh, dit ziet er ook leuk uit. Kijk dan hoe chill. Dit terras is gewoon helemaal dicht zo. Maar we lopen echt ook in een heel schattig straatje. Heel schattig wijk hier ook. En ik heb wat gekocht. Vuur op die tafel. Ik heb wat geshopt bij de episode. Wat voor tafel? Oh, vuur op die tafel. Dat is echt gezellig. Maar we lopen nu even richting het hotel wat papa en mama geboekt hebben in december. En zo te zien zit het in ieder geval in een hele gezellige buurt. Dus dat is wel echt heel leuk. Veel eetentjes, gezellig pleintje hier verderop. En het moet hier ergens zijn. Pannenkoek en wafels. Pannenkoek en wafels, lekker.
Hier, schat, hier rechts moet het zijn in deze straat. Dus dat is wel echt top en ook echt op loopafstand van de hoofdstraat, zeg maar, qua winkels. Ja, kijk, Hotello. Dit is hem. Papa en mama, jullie kijken? Dit is hem. Kijk, oh, hoe leuk dit straatje is. Magneetje halen, ja. En hier heb je hele schattig. Nou, helemaal leuk. We gaan even een magneetje halen. Ja, gewoon letterlijk hier, dit is het hotel. Het ziet echt super cute uit. We kunnen even binnenkijken. Kijk eens, de kathedraal. Zo, wij zijn ondertussen, we zijn net een kerk in geweest. Het was echt super mooi. Daar hebben we ook een mooi kaarsje aangestoken voor opa en oma. Voor meeste opa, mijn oma. En ik zal wel even wat beelden erin zetten, want het was echt super mooi. Het is een beetje donker hier. Maar we lopen nu Antwerpen Centraal naar binnen. Want dat schijnt dus ook echt prachtig te zijn. Het is ook aardig druk. Oh, jammer van dat groene net hierboven. Ja, dit is gewoon een treinstation. Wel grappig, want hieronder staat onze auto geparkeerd. Ik kwam hier in de parkeergarage. Heel veel Nederlanders van, oh ja, hier Amsterdam, kan je ook. Ja. Wij zijn lekker met de auto. Zo, het laatste wat ik heb gefilmd was denk ik in Antwerpen. Maar wij zijn alweer een tijdje terug. En vanaf Antwerpen hadden we eigenlijk gelijk bij Mees thuis, had hij zijn spullen ingepakt. En ik ook. Want wij zijn nu bij Bowie en Imani thuis. En hun zijn er zelf niet. Ze zijn lekker met vakantie een weekje. En wij passen op het huis. En waar is mijn vriendin? Op Evie! Kom eens kijken. Ja. Matiesje. Dus wij hebben gezellig hier een weekje samen wonen met Evie, of course. Dus dat is wel hartstikke leuk. Dus we hebben daarvoor onze spullen ingepakt, want we zijn hier een week. En het is niet dat we niet meer naar huis kunnen natuurlijk. Maar ja, gewoon chill als je hier alles hebt. En we zijn nu lekker eten aan het maken. En ja, helemaal leuk. Helemaal gezellig, hè? Met Evie. Een keer wat anders dan een katje. Een hondje. Goedemorgen, het is zondag en ik heb het klaargemaakt. Ik heb een nieuw topje aan, want ik, baseball shirt is het. Die had ik gekocht in Antwerpen. En it's matching with my shoes. Ik heb me al klaargemaakt. Het is ondertussen 9:30, dus ik moet nu van huis weg. Dan ga ik Char oppikken. En dan ga ik samen met Char even naar papa en mama. Want papa die brengt mij, mama en Charlie, naar de stad toe. Want we gaan naar de Bijenkorf, want... ik mag een paar schoenen uitzoeken voor mijn verjaardag. Dus, helemaal zin in. Ik had al een paar op het oog. Dus ik neem jullie mee dat we die gaan halen. Dus ik ga nu die kant op. It's a vibe. You like it or you don't. Dit is wel leuk vorm. Leuke vorm, zo. Leuke vorm. We hebben wat gekocht, niet voor onszelf. Maar ja, de tram komt er nu aan, dus ik praat jullie zo al bij. Maar kijk even hoe lekker weer het is, jongens. Genieten. Zo, ik heb volgens mij het laatste wat gevlogd, dat was in Amsterdam, zeg maar. Ik heb even het geluid zachter. Hoe moet het geluid zachter, schat? Met welke afstandsbediening? Maar we waren dus in de stad geweest. En ik had dus genoeg gevonden die ik wou. Had ze niet in mijn maat. Echt super balen. Dus ik heb ze gelijk online besteld. Dus die komen volgende week binnen. Dus als jullie nieuwsgierig zijn, moet je de volgende week vlog maar kijken. En toen liepen we weg. En toen zag ik een Footlocker. En Macy had in Antwerpen leuke schoenen gezien. Waren ook niet in zijn maat. En ik kon ze online niet meer vinden. En toen had ze wel bij deze Footlocker. Dus die heb ik voor meegenomen. Ik zal ze even laten zien. Dus daarom zei ik ook van, ja, we hebben niks voor onszelf gekocht. Waar we voor kwamen, zeg maar. Maar Macy heeft wel nu een paar nieuwe schoenen. En dat zijn deze Adidas Campus 2000. Campus? Campus. Campus. Campus 2000. Echt super mooi. En ik heb het echt super warm. Ik had dit jasje eroverheen, maar het is echt heel warm. Ik heb vanmiddag ook even lekker thuis in het zonnetje gezeten. Bij ons thuis echt, waar ik woon, zeg maar. Niet hier bij Bonimani. Want de Formule 1 was, dus we gingen daar Formule 1 kijken. En opa was er ook. Alleen ik ging in plaats van Formule 1 kijken even lekker in het zonnetje zitten in de tuin. Dus dat was heerlijk. En nu is het even wachten tot voetbal begint. En dan komen er wat vrienden. Dus ik heb wat hapjes gehaald en alles. En het is echt heel warm. Nou, ik heb de borrelplank klaarstaan. De rest is onderweg. Ik ga even met deze draak lopen. Want het is ook echt heerlijk weer, dus dat scheelt. En dan ben je klaar voor. Ik
zet er nog even wat extra broodjes bij. Helemaal lekker. Dit is de situatie nu. Lois is zoals altijd lekker in de keuken bezig. Soep aan het maken. Gasvrouw. Even iets aan het... ja, weet je wat hij aan het doen is? Hanna is lekker een soepje aan het drinken. Is hij lekker? Is hij heet? En het staat nu... 1-0 of 0-1? 1-0. Hey, veel mats even. Ik had de vlog nog helemaal niet afgesloten, dus dat ga ik nu even doen. Volgens mij was het best wel een leuke weekvlog geworden. Tenminste, ik heb in ieder geval echt een leuke week gehad. Dus ik hoop dat jullie dat ook zo hebben ervaren. Volgende week wordt ook leuk, want volgende week ben ik nog niet jarig. Maar ga ik wel om verjaardag vieren. En die week erop ben ik jarig. Dus dat is ook weer leuk. Dus ik hoop jullie ook genoten hebben. Zo ja, dan zeker een blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren. En dan hopelijk tot bij mijn volgende video. Mwah.